De Jamboree wordt eens in de 4 jaren georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden in West Virginia in de Verenigde Staten van Amerika. Op het internationale padvinderskamp zullen er verschillende vraagstukken zoals klimaatverandering, armoedebestrijding en jeugdcriminaliteit besproken worden. In verband hiermee heeft president Desi Bouterse in zijn rol als chief scout een delegatie van de Boy Scouts ontvangen op het presidentieel paleis. De chief scout is de beschermheer van de scouting in Suriname. De eerste groep vertrekt op zondag 21 juli en maandag 22 juli vertrekt de tweede groep. De Jamboree duurt van 22 juli tot en met 2 augustus 2019. Tijdens het bezoek heeft de hoofdcommissaris Glenn Kranenburg de chief scout de nationale das omgedaan. Bouterse op zijn beurt heeft het contingent team en de verkenners van hun dassen voorzien. De chief scout zegt dat de Boy Scouts Suriname waardig zullen uitdragen en op de kaart plaatsen. Voor vertrek is het gebruik dat de Boy Scouts een bezoek brengen aan de chief scout voor een afmarsbezoek.